Als u factureert met Snelstart, dan gebruikt u voor uw factuur een schabloon die de opmaak van uw factuur bevat. Als uw factuuropmaak om wat voor reden dan ook onbruikbaar wordt, is het mogelijk deze te vervangen door de opmaak uit een backup die u eerder heeft gemaakt. Allereerst zet u de backup terug en opent u de administratie met de onbruikbare factuuropmaak. Vervolgens gaat u naar het tabblad Facturen en klikt u op de knop Verkoopschablonen. Ga naar de tabel Opmaak en klik op de regel van de verkoopfactuur. Klik op de knop Opmaak wijzigen om te controleren of u de juiste opmaak heeft. Is dat het geval, dan sluit u het opmaakvenster met het kruisje rechtsbovenin. Klik nogmaals op de regel voor de verkoopfactuur en klik op de knop Opmaak verwijderen. Bevestig de melding met de knop Ja. De melding na het verwijderen klikt u weg. Klik nu nog een keer op de regel voor de verkoopfactuur en klik daarna op de knop Opmaak kopiëren. Om de opmaak uit een andere administratie te kopiëren, selecteert u de optie Andere in het nieuwe scherm. Vervolgens kiest u de administratie waarin zich de juiste opmaak bevindt en klikt u op OK om te bevestigen. Selecteer in het nieuwe scherm de opmaak die u wilt kopiëren en klik op de knop Kopieer opmaak. Na het kopiëren bewaart u de gewijzigde schabloon met de knop Opslaan. Klik tenslotte nog één keer op de regel Verkoopfactuur en daarna op de knop Opmaak wijzigen om te zien dat de opmaak is gekopieerd.